Onderhandelingen omtrent de schuldherschikking tussen de regering en lokale aannemers zijn succesvol afgerond. De aannemers waarmee de regering heeft onderhandeld zijn de Kuldip Seam Group, aannemingsmaatschappij Baitali NV, Tjongalanga NV, S Main Transport NV en het Nationaal Uitvoeringsbedrijf NV en aannemingsbedrijf Palaat Suriname NV. De ondernemers waren gisteren op bezoek bij het ministerie van Financiën en Planning, waar de laatste zaken zijn besproken. De regering heeft een torenhoge staatsschuld geërfd. Circa 100 miljoen US dollar aan schulden bij aannemers kon niet terugbetaald worden. Dat leidde tot het stopzetten van veel infrastructurele werkzaamheden. Met de schuldherschikking kunnen enkele projecten weer worden opgepakt. Onder andere zal de Oost-West-verbinding tussen Koroni en Nikeri, die in een zeer deplorabele staat verkeert, worden aangepakt. Het onderhandelingstraject had twee belangrijke sporen. De bestaande schulden afwikkelen en hervatting van de infrastructurele projecten. Minister Achaibersing van Financiën en Planning is blij met de schuldherschikking. Deze zal de druk op de overheidsfinanciën aanzienlijk verminderen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken benadrukte dat een goede infrastructuur cruciaal is voor de ontwikkeling van het land. De aankomende grote droge tijd is de ideale periode voor het uitvoeren van infrastructurele projecten.